Dit is Radio 1. Max. Roger, 747 Alpha Mike is ready for departure. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending deze week. Het wordt wederom een hele bijzondere radioreis met eindbestemming 7 uur in de ochtend. En dan kan voor ons het weekend weer losbarsten. Dat wordt er voor onze gast in Nachtvluchten laatste ronde. Eentje met een lichtelijke jetlag. De gerenommeerd streekromanschrijfster Gerda van Wageningen hoort heel vroeg strakjes de wekker gaan om bij ons te gast te zijn in een aflevering van, zoals ik zei, Nachtvluchten laatste ronde. Daarvoor van 5 tot 6 de allerlaatste keer een uurtje Nachtzusters. Ze zijn er weer heel even en dit keer in het goede gezelschap van Henny Stoel. Tussen 4 en 5 gaan we naar het stemgeluid van Gerrit Komrij in een aflevering van Chimek 's Nachts luisteren. Straks in het tweede uur Kitty Courbois en we beginnen zoals gebruikelijk vluchtend in het verleden. Vannacht met een hoorspel van Heinrich Böll. De schrijver werd geboren in 1917 als zoon van een meubelmaker. Hij studeerde Duits en diende tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Weermacht. Vanaf 1951 kan hij van de pen leven en hij ontvangt in 1972 de Nobelprijs voor de literatuur. De VARA maakte in 1955 een dag als alle andere dagen. Heinrich Böll overleed op 16 juli 1985. Hij was 67 jaar. Als kind zag ik zijn boeken op het nachtkastje van mijn vader liggen. We gaan nu terug naar 1955 en beginnen met de vraag wie Heinrich Böll eigenlijk was. Een dag als alle andere dagen. Een hoorspel door Heinrich Böll. Wie is Heinrich Böll? Een jong Duits schrijver. 32 jaar, denk ik. Oorspronkelijk was hij timmerman. Hij studeerde en begon korte verhalen te schrijven. Ging toen in de boekhandel. Hans Werner Richter, de schrijver van Zij vielen uit Gods hand, ontdekte hem. En hij was het die Böll introduceerde in de Groepe 47... Een kring van Duitse schrijvers die de beste van de jongere auteurs onder haar leden telt. Böll kreeg een prijs van de groep. Tegenwoordig leeft hij geheel van zijn letterkundige arbeid. Romans, korte verhalen en hoorspelen die door inhoud en vorm van grote oorspronkelijkheid getuigen. Naar een van die hoorspelen kunt u nu gaan luisteren. Een dag als alle andere dagen. Een hoorspel door Heinrich Böll, vertaald door Ab Kauveren. Regie Esther Vries junior. Vaak, als ik naar de kraan ga om de emmer te vullen, zie ik zonder het zelf te willen mijn gezicht in de spiegel. Mijn haar is nog dik, met enkele grijze sporen aan de slapen, die het blond een zilverachtige glans geven. Het komt door het verdriet om het kind. Het is maar een zwak teken van mijn verdriet. Nu gaat mijn blik aan mijn magere gezicht voorbij naar de achtergrond van de spiegel. Ik dring erin door als in een melkachtige schemerige vlakte. Uit die oneindigheid doemen de gestalten op die mijn leven hebben bepaald. Ouders en vrienden, geslachten van voorouders die ik alleen uit vage verhalen ken. En helemaal vooraan staan zij, de 4 die mijn eigenlijke leven vormen. Paul, mijn man, wiens haar aan de slapen ook begint te grijzen. En de kinderen die zo groeien dat het me angst aanjaagt, omdat ik zonder het te willen toegeven weet dat elk jaar dat aan hun leven wordt toegevoegd, van het mijne wordt afgenomen. Karl is al 12. Helene 10. En naast hen staat onze kleine, die ik zie opgroeien als zij. Hij zou nou 11 geweest zijn.
En in de ogen van dit kind zie ik iets dat ik herken, zonder het kind zelf te zien. Ik zie geduld, oneindig groot geduld. Maar ik ben niet geduldig. Ik ben niet lijdzaam. Ik geef de strijd niet op, de strijd die hij me schijnt af te raden. Nee, ik ben opstandig. Maar dan zie ik het gezicht van mijn man. Ontdek dat hij onverschillig gaat worden. Ik denk aan de avonden die we zo dikwijls zwijgend met elkaar doorbrengen. Terwijl er toch een tijd is geweest waarin we dachten dat een heel leven lang niet genoeg zou zijn om elkaar alles te vertellen, om over alles te spreken wat ons bezighield. Maar hij schijnt geen antwoord te kunnen geven op de vraag in mijn blik. Ik zie dat hij zich afwendt. Mijn emmer is vol. En mijn blik keert uit de achtergrond van de spiegel terug. En blijft nog even op mijn gezicht rusten. Ik ben mager geworden. De jukbeenderen zijn een beetje te hoog. En mijn gezicht is bleek. Nog bleker geworden. Slechts even is mijn blik op mijn gezicht gericht. Dan grijp ik de emmer. Mijn spieren spannen zich bij het vastpakken. Ik zet hem op de grond. En begin met mijn werk. Mijn leven verloopt regelmatig. Iedere morgen ga ik om 7:45 van huis om de tram van 7:50 te halen. Precies 7:15 stap ik Hoek Kerstenstraße uit, ga het kantoor binnen, groet mijn collega's en begin met mijn werk. Om 4:45 ga ik uit kantoor. Tegen 6:00 ben ik thuis. Mijn vrouw wacht op me met thee. Ik lees de krant, luister naar de radio. Om 7:30 brengt mijn vrouw de kinderen naar bed. Als ze erin liggen, word ik geroepen om ze een nachtzoen te geven. Daarna ben ik alleen met mijn vrouw. En ik weet niet waarom. Als we alleen zijn, zoek ik een reden om uit te gaan. Hoewel we nu eigenlijk de tijd hebben waarop we met elkaar zouden kunnen praten. Ik help Slager Booms met de boekhouding. Doe voor Sjerk, de sigarenwinkelier, de correspondentie. En geef melkboer Bayer aanwijzingen voor de belastingaangifte. Daarvoor mogen wij dan maandelijks voor 15 mark vlees, voor 10 mark sigaretten en voor 5 mark melk halen. 30 mark die we uitsparen. Altijd als ik thuis kom, is mijn vrouw nog op. Ze zit in de keuken, die opgeruimd is, en leest. En als ik de deur heb geopend, treft me, nog voor ik haar heb kunnen groeten, haar blik. En die blik schijnt me iets te vragen. Iets waarop ik geen antwoord wist. Tot aan de dag die een dag was als alle andere dagen. Zaterdag had ik mijn verlopen weekkaart, zoals alle zaterdagen, in de blikken papiermand gegooid die op de hoek van de straat hangt bij de halte. Zoals ik ze 3 jaren voor de oorlog en 7 jaren na de oorlog in die papiermand gegooid heb. De zondag was als alle zondagen geweest. En 's maandags. Kinderen zijn vroeg weg vandaag. Ja, de school begon vandaag eerder. Helene ook? Helene ook.
Ik heb leverworst op je brood gedaan. Oh, en denk erom. Als je het eten opwarmt, er zit nog wat vlees van gisteren in. Oh, dank je. Heb je thee of koffie in de thermoples? Thee. Je weet hoe duur de koffie geworden is. Het is nu bijna 7:42. U moet misschien uw huis, uw lieve vrouw verlaten, maar misschien hebt u nog tijd om het aardige melodietje Promenade te beluisteren. Het is nu 7:42. Ik moet weg. Eet je brood nog even op en drink je koffie uit. Nee, ik moet naar huis gaan. Vergeet de krant niet. En hier is je brood. Dank je. Tot vanavond. Tot vanavond. Kom je gewone tijd thuis? Gewone tijd, ja. Maria. Ja. Niets. Tot vanavond. Tot vanavond. Het was een dag als alle andere dagen. Ik liep naar de tramhalte. Goedemorgen, meneer Schneider. Morgen, meneer Imdal. En? Hoeveel had u er goed? Nee, dat doe ik nooit aan mee. Ach, dat is ook zo. U gokt niet op de voetballerij, hè? Nou, ik kan het niet laten. We hebben een ploegje op kantoor. 5 man, de man 22 pennig per week. Bijna geen risico. Deze week hadden we er maar 5 goed. Vorige week 10. Toen wonnen we de man 8,62 mark. Eén keer moet je toch geluk hebben, die. Morgen, Imdal. Morgen, Schneider. Morgen, Bekker. Man, jij glimt gewoon weg. Hoeveel heb je er? 10, mijn heren. 10. Alle duivels. Gefeliciteerd, hoor. Van de straat, hè. Dan naar de film geweest. Ja. Ga met Hermine gaan, man. Ik ken er iemand uit. Sparta tegen Fortuna, dat is... Oh, die moet je ook gaan zien. Fantastisch. Nou, buiten. Dus ik denk, ook aan de trek ik erop uit. Deze week buiten. Ik laat het toch zeker niet op mijn kop zitten. Dan zal ik wel even wat vertellen. Rappenstraat, hè. Het schijnt mooi te blijven, het weer. Ja, het ziet er wel naar uit. De krant al gelezen? Nee, nog niet. Wat bijzonders? Ach, bijzonders. Hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Ik voor mij vertrouw de zaak niet. Ze willen ons aan het lijntje houden, geloof ik. Er zou weer een loonronde komen. Nee, dat denk ik niet. Dit keer vast niet. Nou, maar ik weet het niet. Loopt u allemaal naar voren, dames en heren. Allemaal een beetje doorlopen, alsjeblieft. Dan willen nog meer mensen mee. Alles was als anders. De gesprekken. De wandeling van de Gerstenstraat naar kantoor. Mijn collega's waren bijna allemaal met vakantie. Ik ging zitten en werd al gauw bij de chef geroepen. Goedemorgen, meneer. Morgen, Schneider. Ik kan er nog maar niet aan wennen dat het zo leeg is. Oh, ze komen gauw genoeg terug. En is het onze beurt om met vakantie te gaan. Ja, het is goed dat we ze weer allemaal bij elkaar hebben als de herfstdrukte begint, hè. Voor ons tweeën wordt het tijd dat we ook vakantie krijgen. Je ziet er niet best uit, Schneider. Voel je je ziek? Nee, dank u. Ik voel me prima. Ja. Die maandag, hè. Die maandag, die weet wat. Ja. Wat ik zeggen wou. Hoe ver ben je zaterdag met je werk gekomen? Bijna helemaal klaar, meneer. Ik moet het cijfermateriaal nog even nakijken. Misschien nog een uur werk. Dan kan de drukker de zaak keurig gaan zetten. Ja, goed idee. Het cijfermateriaal op een kaart vastleggen. Het moet wel groot en goed overzichtelijk zijn. En zorg ervoor dat er voldoende ruimte overblijft om nieuwe gegevens achteraf nog te verwerken. Bijvoorbeeld per kwartaal. Breng me de spullen maar als je ermee klaar bent, hè? Ja, meneer. Het duurde wat langer dan een uur. Ik liep het plan nog eens door. Voegde eraan toe wat de chef me had opgedragen. En ging even over 10 weer naar hem toe. Werkelijk uitstekend, Schneider. Werkelijk. Ja. Nou, bespreek met de drukkende uitvoering, wil je? Ik laat het helemaal aan je over. Helemaal. Heb je overigens zin de stad in te gaan? Wat zegt u weer? Ja, Stief is met vakantie en juffrouw Steffen heeft genoeg voor mij te doen. Geen zin in een uitje op maandagmorgen? Oh, nee. Ja, niet om het een of ander, Schneider. Maar je zult er toch wel eens naar snakken eruit te zijn, waar of niet? Ja, ja. Je zou bijvoorbeeld even naar de bank kunnen gaan om de checks af te geven.
En dan kun je meteen het saldo-uittreksel meebrengen. Nou, voel je er wat voor? Ik voelde er werkelijk wat voor. Ik nam mijn jas en mijn hoed, pakte mijn sigaretten uit mijn la en telde het geld in mijn portemonnee. Ik had nog 3,20 mark en ik besloot me een kop koffie te permitteren. Ik stak een sigaret op en slenterde langzaam de Breitestraße in. Ik bleef voor de etalage van Bonneberg staan en keek naar de demi-saisons. Voelde naar de cheques in mijn binnenzak. Voelde of het geld nog in envelop zat. En opeens viel mijn blik op de passage die de etalage van Bonneberg in tweeën deelt. Viel op een vrouw wier verschijning een gevoel van ontroering bij me teweegbracht. De vrouw was niet jong meer, maar ze leek me mooi. Ik zag haar benen. De groene rok, het bruine jasje, de groene hoed. Ik zag dat haar kleren een beetje kaal begonnen te worden. Maar vooral zag ik haar zachte, een heel verdrietige profiel. En één ogenblik, hoe lang het werkelijk was, weet ik niet, stond mijn hart stil. Ik zag haar door twee glazen wanden heen. Zag dat ze naar de kleren keek, maar tegelijkertijd aan wat anders scheen te denken. Ik voelde dat mijn hart weer begon te kloppen. Keek nog steeds naar het profiel van die vrouw. Tot ik plotseling wist dat het mijn vrouw was. Weer leek ze me een ogenblik vreemd, twijfel bekroppen. Maar ze liep nu door. Ik ging haar langzaam achterna. En toen ik haar nu zag, niet meer door die twee glazen wanden heen, wist ik dat het werkelijk mijn vrouw was. Ze was het. Maar ze was anders. Heel anders dan ik altijd gemeend had haar in mijn gedachten te hebben. En steeds nog, terwijl ik haar volgde, de straat in, kwam ze me tegelijkertijd vreemd en heel bekend voor. En mijn hart klopte heftig toen ze plotseling in een winkel verdween. Mijn vrouw, met wie ik al 14 jaar getrouwd ben. Ik bleef naast een groentekar staan en hield de ingang van de winkel in het oog. En er vielen me dingen in waaraan ik lang niet meer had gedacht. Naast de ingang van de winkel hing de kartonnen afbeelding van een javaan die een koffiekop voor zijn witte gebit hield. Ik staarde in het grijnzende gezicht van de javaan en dacht eraan hoe ik Maria had leren kennen. Ja, Maria, ik hoop dat u niet boos op me bent dat ik u zo vaak, dat ik u zo vaak vraag om te dansen. Oh, waarom zou ik boos zijn? Nou, ik begin al te glimlachen en te fluisteren zodra ik me naar u toe ga. Nou, wie lachen er dan? Nou, uw kennis. Zo, het trekt niet zo er iets van aan. Nee, maar ja, ik... Ah, wat? Zou u erg schrikken als ik u vroeg eens met me uit te gaan? Naar de film of zo? Misschien al gauw? Morgen bijvoorbeeld? Ik zou zo graag eens met u alleen zijn. Toe, zegt u nou eens wat. Nee, ik weet helemaal niet meer hoe u uw vraag hebt gesteld. Of ik nou ja of nee moet zeggen. Kunnen we elkaar niet eens ergens ontmoeten? In een café? Nou ja, of misschien ergens anders hoor, als u dat liever hebt. Ja. Morgen? Ja. Vandaag zeker niet meer, hè? U vergeet zeker dat het niet meer vandaag is. Het is al over 1 en meer. Schneider. Oh, ja. Dus morgen? Ja. In Café Keizer? Kunt u om 5:30? Ja. Vijf voor de markt.
Mijn vrouw kwam uit de winkel terug. En ik volgde haar de Breitestraat in. Ze liep heel snel. En ik schrok toen ik haar plotseling even uit het oog verloor. Maar toen bleef ze voor de etalage van een drogisterij staan. En ik kon haar weer duidelijk zien. Haar zachte, bedroefde profiel. Haar lichaam. Dat 13 jaar lang iedere nacht naast me had gelegen. En ik voelde hoe mijn hart steeds sneller klopte. Plotseling keerde ze zich om. En ik sprong snel achter de mensen die zich rondom een standwerker hadden verzameld. Zo kon ik Maria zien zonder door haar gezien te worden. Ze keek in haar boodschappentas, nam haar portemonnee uit, bestudeerde een briefje. En ik zag haar handen, zag haar bewegingen. De handen, de bewegingen van een vrouw die mij vreemd en heel bekend was. Een weldaad voor je heupen, voor zachte heupen, voor dunne heupen. Ik hoorde de standwerker, zag mijn vrouw daar ginds voor de etalage van de drogisterij. En ik dacht aan de dag waarop ons eerste kind, Karel, geboren werd. U hoeft u helemaal niet ongerust te maken, meneer... Schneider. Meneer Schneider, werkelijk. Er is geen enkele reden tot ongerustheid. Het kind ligt volkomen normaal. En... Maar misschien kan ik iets... Ja, misschien mag ik... Nee, u mag niet. Toe, zuster, laat u me daar even bij. Waarop u belegd heren dat u zich 50 jaar al opscheert, dat u huis dus ontzettend tot... Ik was toen naar de kamer van Maria gegaan. Naar haar die nu nog steeds voor de etalage van het drogisterij stond. En over iets scheen na te denken. Maria. Paul. Ik heb bloemen voor je meegebracht. Ja? Dank je. Is erg lief van je. Leg ze daar maar neer. De zuster zal ze in een vaas zetten. Praat niet zo veel. Dat spant je zo in. Ik heb ook chocola voor je meegebracht. Ja. Dank je. Erg lief van je, Paulus. Leg ook maar daar neer. Gaat het goed met je? Ja hoor. Het gaat best met me. Heus, Paul. Alles is in orde. Je hoeft je niet op... Ben jij wel goed verzorgd? Oh ja. Maak je daar maar geen zorgen over. Het kind... De jongen... Denk je dat ik hem even zo mogen zien? Natuurlijk, Paul. We zullen het dadelijk aan de zuster vragen. Ik heb ook nog een kleinigheidje voor je gekocht. Hier. Broche. Oh, wat is die mooi, Paul. Prachtig. Maar dat had je niet. Hoe is het op de zaak? Oh. Is er wat bijzonders? Op de zaak, Paul? Doe zeg het dan toch. Mijn chef... Koelinger, je weet wel. Alle Joden. Koelinger is vannacht weggehaald. Wat? De nieuwe is. Wat is er toch, Paul? Ik kan me niets meer hardop zeggen. Nee, hardop zeggen kan me zoiets niet. De nieuwe chef is. Is Kers. Kers? Wat ben je toen zo'n toekomst? Kom nou, Maria, weet je nou niet zo op? Ja, ik zal proberen met hem op te schieten. Hij kan me niks maken. Maria. Mm. Ik ben zo blij dat het kind er is. Ja, Paul. Ik ben ook blij. Waarom doen we dan keren dat u weer 50 jaar... Ik zeg 50 jaar al lang schiet dat u uit is... Zo was het destijds geweest toen ons eerste kind kwam. Maar mijn vrouw ging nu bij de etalage van de drogisterij vandaan. En mijn hart klopte zo wild dat ik de slagen niet zou hebben kunnen tellen. Er schoten me zoveel dingen in mijn gedachten. Ik wilde haar zien.
Maria. Ik wil haar niet meer uit het oog verliezen. Daar liep ze voor me uit. De vrouw die ik al 14 jaar kende. Met wie ik 13 jaar samen had geslapen. Die me 3 kinderen had geschonken. En die ik ontelbare malen had omarmd. Met wie ik verbonden was door iets dat mensen nog meer verbindt dan samen slapen en alles. We hadden zelfs samen gebeden. Nu ging ze over de Nieuwe Markt, waar veel tramlijnen samenkomen. Ze bleef voor het stalletje van een bloemenvrouw staan. En ik zag duidelijk haar handen. Ik zag hoe ze voorzichtig de bloemen betastte. Rozen en anjers. En grote gele margrieten. Attentie, attentie. Zijn Tina Sachenheim komt weer op de voorbij. Maria bleef lang bij de bloemenvrouw staan. En ik wachtte achter een telefooncel. En dacht eraan hoe ons tweede kind, Clemens, in de schuilkelder gestorven was. Het was door de luchtdruk mijn vrouw uit de handen gerukt en op de grond geslingerd. Gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Vergeeft u mij dat ik dat nog tegen u durf te zeggen. Ik wil niet trachten u te troosten. Er zijn volkeren geweest die zoveel van kinderen hielden dat ze er geen wilden hebben. Zwaarmoedige geslachten die wij nu beginnen te begrijpen. Maar u staat hier. Ik sta hier. En ik spreek tot u omdat wij ons christenen noemen. Toebehorend aan God. De enige die gedood werd door aardse gerechtigheid. En die opstond. Voor de begrafenis van mijn zoontje had ik zowaar verlof gekregen. Eigenlijk kreeg je alleen maar verlof als iemand bij een luchtaanval gedood was. Aan dat alles dacht ik plotseling. Het viel me opeens weer in. En Maria stond daar. Zocht nog steeds voorzichtig tussen de bloemen. Destijds waren we na de begrafenis naar huis gegaan. We hadden gehuild. We waren naar bed gegaan. We hadden lang gezwegen. Tot Maria begon te spreken. Vaak voel ik... Je moet niet schrikken, Paul. Voel ik het als een weldaad... dat het kind dit leven bespaard is. Kan je dat begrijpen? Ja. Wanneer moet je weer weg? Nee. Ik had vandaag... weg moeten. Vandaag al. Doe, je moet niet huilen, Maria. Ik ga vandaag niet weg. Nee, ik ga niet weg. Ik ga niet weg. Ik ga niet weg! Attentie, attentie. Nu had ze die grote gele margrieten gekocht. Een grote bos. Ook witte. Ze zegt altijd... Ik koop de bloemen die op de weide groeien. Waarop hij nooit gespeeld heeft. Nu gaat ze langzaam verder. Heel langzaam. Zij die zo even zo snel heeft gelopen. En ik weet waaraan ze denkt. Zo lopen we achter elkaar. Geen 30 meter van elkaar verwijderd... denken we alle twee aan hetzelfde. En ik heb de moed niet haar in te halen. Om haar aan te spreken. Maria, mijn vrouw. De mens die mij op deze wereld het naaste is. We steken de grote Nieuwe Markt over.
die door bochtige rails en krijsende trams, door stalletjes en kraampjes wordt beheerd. En Maria is plotseling blijven staan. En ik ben zo dichtbij gekomen dat ik haar zou kunnen aanraken. Zo dichtbij dat ik haar bijna ruik. Mijn vrouw. Als ik nu mag graaien, hier de spinazie, kersvers, werkelijk. Sinaasappels misschien, appelen, niet wel. Nee, geef me maar 2 pomperen. 2 pomperen, kampier. Zo. Alsjeblieft, dat is 85 pennies. 85? Ja, het is iets meer dan een kilo. Dank u wel. Zo, 50 terug. Dag mevrouw. Daar loopt Maria. Ze steekt de straat over. Ik volg haar. En ik weet niet meer of ik al ooit geleefd heb. Ik heb het gevoel altijd dood geweest te zijn en nu tot leven te ontwaken. Ik zou de slagen van mijn hart niet meer hebben kunnen tellen. Plotseling is het zo stil. Hier bij de ontvangeniskerk. En ik schrik even als Maria achter de zwarte leren deur verdwijnt. Ik zou haar nooit aan gedacht hebben. Ik wist niet dat ze zomaar op een weekdag naar de kerk ging. En pas hier merk ik dat de sigaret in mijn hand nog brandt. De sigaret die ik voor de etalage van Bonneberg had opgestoken. Ik gooide hem weg. Drukte de zwart leren deur open. En keek voorzichtig de kerk binnen. Maar Maria lag vlak bij de deur geknield. En ik ging terug. Ging verderop op een bank zitten. Achter het koffietentje. Vanwaar ik de ingang van de kerk in het oog kon houden. Een rood geschilderde tramwagen reed in een kring om de ontvangeniskerk. Uit een trechter werden biljetjes op straat gegooid. En uit een luidspreker klonk een stem. Nu is het dichtbij en dan weer veraf. Al naar de stand die de luidspreker innam. Van alles ging me door mijn hoofd. Ik verloor het gevoel voor tijd. En de jaren gingen over me heen. Vielen van me af. Kwamen terug. En ik herinnerde me de dag waarop ik uit de oorlog was thuisgekomen. Nu wordt alles anders, Paul. Jij bent weer terug. De oorlog is voorbij. We beginnen een nieuw leven. Ja, een nieuw leven. Je zegt het zo vreemd. Ik... Ben je dan niet blij dat je weer thuis bent? Ja, juist. Ik ben blij. We moeten samen eens naar het graf gaan, Paul. Morgen. Ik ben er al geweest. Ben je er al geweest? Het allereerst? Alleen? Paul... Ik wist niet dat jij er zo ondergebukt ging. Ik ga er niet ondergebukt. Tenminste, niet zoals jij denkt. Anders. Ik ga graag naar Kerkhoven. Ik ben altijd graag naar Kerkhoven gegaan. Je weet dat ik al door telefonist ben geweest. Bij de staf. En weet je, het is moeilijk onder woorden te brengen. Maar ik heb me ontzettend verveeld in de oorlog. 4 jaar alleen maar telefoon. Steeds maar weer gesprekken van hoogofficieren. Hun woordenschat is zo klein. Misschien 120, misschien ook 150 woorden. Dat is een beetje weinig voor 5 jaar, begrijp je? Inzet, melding, rapport, tot de laatste man, zware wapens, lichte wapens. Beetje geklets, verhalen over vrouwen. Maar ook het geroddel, ook de verhalen over vrouwen... waren zo eentonig. Je kunt het je niet voorstellen. Ik heb zoveel verveling gevreten... dat ik een gevoel had alsof mijn lichaam, mijn hart... alsof alles vol stof zat. En als ik dan naar een kerkhof ging... dan was het daar niet vervelend. In iedere plaats waar we kwamen ben ik steeds... als ik tijd had, naar het kerkhof gegaan. Maar nu ben je eerst...
voor je naar huis kwam. Om de kleine. Ja, Marie. Ook om hem. Wat heb je daarvoor een briefje? Oh, dat heeft nog tijd. Laat me het dan maar zien. Het is niet belangrijk. Maria, toe, laat me dat briefje nog even zien. Ja, dan. Dank het brief om zien te krijgen. Uw brief wil te verdelen. Ja, zo was het die eerste dag. Maria gaf me het briefje. En ik las... Wordt de kantoorbediende Paul Schneider medegedeeld... dat hij gerechtigd is tot het aanvragen van een weekkaart voor lijn 12. Dr. Wirges en Co., groothandel in chemicaliën. Nou, die hebben haast. Hoe komen ze er als hemels dan bij? Ik ben net een dag thuis. En je hebt door je collega Bergsen gesproken. Die zal je baas verteld hebben dat je weer terug bent en... Wat en? Paul... Maak hem het toch niet zo moeilijk. Ik weet het niet. In ieder geval is dat briefje van morgen bezorgd. Ik wil het je toch helemaal niet moeilijk maken, Maria. Maar het is wel merkwaardig. Daar ben je er maar mee eens, niet? Net ben ik thuis en daar komt er zo'n vod in. Stoep, Paul. Ik zal het je vertellen. Maar je moet niet boos op me worden. Ik ben je chef een keer tegengekomen en die vroeg me hoe het met je ging. Ik heb hem verteld dat je in een Engelse krijgsgevangenschap was en... Hij vroeg of je weer bij hem zou willen beginnen als je terug was. En toen gaf hij me een half pond zoetstof. Iedereen die bij hem werkte kreeg het elke maand, vertelde hij. Ja, nou, en toen heb ik gezegd dat je wel weer bij hem zou komen werken. Paul, je weet niet, het was een vermogen, een half pond zoetstof. En baantjes voor kantoorbedienden zijn nog heel erg schaars. Ook, je moet niet... Ik ben niet boos, Maria. Laat maar... Moet immers toch weer een keer aan het werk, niet? Een kantoorbediende. Breng dan maar een weekkaart voor me mee als je boodschappen doet, wil je? En u, meneer? Een weekkaart, alsjeblieft. Wat mag het zijn? Een weekkaart. Meneer Schneider? Een weekkaart. En u, meneer Schneider? Een weekkaart. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Een weekkaart. 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 Oneindig vaak had ik een weekkaart gekocht. En hem aan het eind van de week in de blikken papiermand gegooid. Maar nu zat ik hier op de bank en wachtte op mijn vrouw. Ze was nog steeds in de kerk. Ik weet niet of ik naar haar toe had moeten gaan. Maar deze door donkergrijze steen omlijste ingang wil ik nooit vergeten. En ook niet de deur die met zwart leer was bekleed. Ik keek ernaar met een verwachting, een ontroering, zoals ik die nog nooit had gevoeld. En nog altijd draaide de rood geschilderde tramwagen om de ontvangeniskerk. Ik dacht aan de vele, vele avonden waarop ik zwijgend naast mijn vrouw had gezeten en later was uitgegaan. Verdorie, kan je er niet een beetje voor zorgen dat die kinderen stil zijn als ik thuis kom? Ja, maar ze maken toch helemaal niet zo'n lawaai, Paul? Ik vind van wel. Ik werk in mijn zenuwen. Jongens, wees een beetje rustiger. Speel liever wat anders. Wat moeten we dan spelen? Ja, misschien kun je jullie wat voorlezen. Nee. Ik moet alles aan jullie foto's krijgen. Ja, ze zijn zo vervelend. Nou, wees in ieder geval toch maar stil. Ja, Paul. Je moet begrijpen dat het kinderen zijn en dat het huis nou helemaal niet groter is. Ik weet dat het kinderen zijn. Ik weet ook dat het huis niet groter is. Maar misschien begrijp jij ook dat ik rust wil hebben. Alsjeblieft, dan beginnen ze weer. Karl, doe eens jij nou verstandig. Ga wat anders doen. Maar laat maar, ik ga wel weg. Wat? Ga je weg? Ja. Ja, ik moet dan naar Sjerk. Ik verwacht me vanavond. Oh. Straks. Tot straks. De deur ging open. En uit de grijze schemering van de kerk kwam Maria langzaam naar buiten. Ik
zag haar nu voor het eerst vandaag van voren. En ik meende te zien dat ze glimlachte. Ze had de gele en witte bloemen met hun lange stengels over haar tas gelegd. Ze wipte zachtjes op en neer in het ritme van haar stappen. Ze liep weer sneller, rechts voorbij de nieuwe markt. En nu was ze weer een vreemde voor me. Vreemder dan de vrouw die in mijn herinnering de mijne was. Ik zag haar scherp, verloor haar niet uit het oog. En vele seconden lang, terwijl ik achter haar liep, kon ik niet begrijpen dat het mijn vrouw was die ik in een dergelijke opwinding volgde. Mijn ogen begonnen te branden. Ik voelde het zweet in mijn handpalmen. Ik liep enigszins wankelend, terwijl een dof bonzen mijn hart vervulde. Maria ging terug door de Breitstraße. Verdween enkele ogenblik uit mijn gezichtsveld. En telkens als ik haar niet zag, voelde ik angst. En ik haastte me haar weer te ontdekken. Ze bleef voor de etalage van Bonnenberg staan. En ik kon snel de passage inschieten. Ik zag haar nu daar staan waar ze zo even gestaan had. Zag haar zachte, verdrietige profiel. En telkens als de winkeldeur openging, hoorde ik het geluid van de grammofoonplaat die daar binnen bij Bonnenberg de hele dag draait en zijn slagzinnen op alle verdiepingen van de zaak laat klinken. Maria keerde zich om, stak de straat over, ging even verderop bij het limonadetentje staan. Ik zag het gebaar waarmee ze het geld uit haar portemonnee nam. Het wegschoof, hoe ze het wisselgeld aanpakte. Kleine bewegingen die ik kende en die me nu een scherpe pijn in mijn hart gaven. Ze schonk de limonade in haar glas en dronk. Ik keek naar haar door de twee glazen wanden heen en dacht aan verleden zaterdag, aan het gesprek dat we met elkaar voerden toen ik thuis kwam. Dag, Paul. Ja. Slapen de kinderen al? Ja, die slapen. Ja, misschien moesten wij het toch ook eens proberen. Wat, Paul? Gokken. In de voetbalpoel. Imdal heeft pas wat gewonnen. Ach, als jij denkt dat wij misschien ook wat zouden kunnen winnen. Maar van het huishoudgeld... Dat weet ik, weet ik. Ik heb het toch helemaal niet over het huishoudgeld gehad, verdorie. Niks op de radio. Waarom sla je nou je boek dicht? Ik kan niet lezen als de radio zo hard staat. Oh, we hebben die kwalijk. Wat lees je daar? De vrouw van Andres. Zo'n Wilder. Is dat wat? Oh, dat is een prachtig boek, Paul. Dat is werkelijk heel mooi. Je moet het ook eens lezen. Vind je? Goed dat het morgen zondag is. Wat doen we morgen? Oh, nee. Ik had gedacht, maar ja, net als altijd. Jij gaat met de kinderen vroeg naar de kerk. Dan sta ik op, we ontbijten samen. En 's middags? Net als anders, denk ik. Wandeling in het park. Neem het brood mee. Misschien trakteer ik jullie op een kop koffie. Kijk eens. Nee, is niet genoeg. Misschien s'avonds in de bioscoop weer samen. Of was je wat anders van plan? Oh, ik dacht dat we misschien naar het bos... dat we eens met z'n allen op uit zouden kunnen trekken. De kinderen zijn er dol op. Ze hebben het nou nog steeds over de tocht die we de vorige keer gemaakt hebben.
zie je. De pausen hangen tenslotte ook maar steeds in die stad rond. Het zou zo goed voor ze zijn. En ik ben ook graag buiten. Oh ja? Ja, weet je, ik moest 's middags slapen. Nee. Heus, als jij zin hebt, ga jij dan rustig alleen met de kinderen naar het bos. Alleen? Ik alleen? Maar de kinderen zijn altijd zo blij als jij erbij bent. Zijn ze blij als ik erbij ben? Langzaam schuift Maria het glas terug. Zet de fles weg. Telt de boodschappen in haar tas. Neemt de bloem in haar rechterhand. En weer zie ik haar. Een vrouw die ontroering in me wekt. Een vreemde en tegelijk heel bekende vrouw. Mijn vrouw. Die ik ontelbare malen omarmd heb. Zonder haar te herkennen. Ze loopt langzaam. Is erg onrustig. Kijkt herhaaldelijk om. En ik duik weg. Buk me. Spring opzij. Omdat ik me schaam. Ik denk aan de tijd waarin ik Maria heb leren kennen. Toen was ik helemaal van streek. Als ik haar één dag niet gezien had. Maar nu word ik duizelig als ik haar groene hoedje maar één ogenblik uit het oog verlies. Het lukt me snel een kroegje binnen te glippen dat tegenover de Houten Kerstenstraße ligt. En u, meneer? Klaar, hè? Eén klare. Een dubbele, meneer? Ja. Eén dubbele klare voor meneer. Gezondheid, meneer, alsjeblieft. Ik zal eraan moeten wennen dat ze mijn vrouw is. Dat is toch Maria, mijn vrouw. Ik heb haar gezicht naast het mijne gezien. 3 kinderen hebben we samen gehad. Ik heb het leven, heb de dood bij haar verwekt. En ons verbindt iets dat nog meer is dan dat alles. We hebben samen gebeden. Zonder ons voor elkaar te schamen. Maar nu staat ze daar op de vluchtheuvel. Mijn vrouw. Met dat zachte, smalle gezicht. Ze wacht op de tram. Kijkt onrustig om zich heen. Bier en klaar, hè? Eén bier en klaar voor meneer. Het is de 12. Ze is ingestapt. Ik zie haar nog. Zie haar daar staan. En ik weet niet wat ik met mijn gezicht moet beginnen. Omdat ik bang ben dat ik zou kunnen gaan huilen. Afrekenen. Kom bij u, meneer. Dat is 40 pennies van meneer. En van deze meneer een bier en een borrel. Kijk eens, meneer. Dank u zeer, alsjeblieft. Heel langzaam ga ik naar de zaak terug. De weg die ik elke morgen ga. Ik stak een sigaret op. Slenterde de Gerstenstraße door. Dacht niet aan de zaak. Ik wist helemaal niet dat ik erheen ging. Maar ik ging erheen zoals ik er 7 jaar na de oorlog en 3 jaar daarvoor was heen gegaan. Ik deed de deur op, ging mijn kamer binnen, hing jas en hoed op zonder te weten wat ik deed. Nam mijn sigaret uit mijn zak, legde ze in mijn la, borg mijn lucifers en mijn portemonnee weg. En kwam pas bij mijn positieve toen ik achter me de stem van mijn chef hoorde. Maar Schneider, ben je alweer terug? Ik dacht dat je er eens van zou nemen. Maar man, je bent bijna al te correct, zeg. Naar de bank gerend en weer terug in 20 minuten. 20 minuten? Man, wat is er met je? Wat zie je eruit? Schneider, ben je ziek? Ga eens helemaal dan zitten. Wat is er met je gebeurd? Kerel, je bent ziek. Ben je naar de bank geweest? Je bent helemaal niet naar de bank geweest. Dan is er toch wat gebeurd. Kom. Zeg toch wat. Heus. Nee, er is niets gebeurd. Niets. Als jij een opdracht vergeet, dan moet het toch wel... Heus, laat u mij maar even rustig hier zitten. Er is niets. Goed. Zal ik een wagen voor je bestellen? Je ziet er werkelijk ellendig uit. Wat met die bank kan wel wachten. Een taxi dan maar.
In ieder geval moet je direct naar huis. Ja, naar huis. Dan laat u die taxi maar. Ik heb toch een weekkaart. En u, meneer? Een weekkaart, alsjeblieft. Een weekkaart. Een weekkaart. Een weekkaart. Een weekkaart. Een beker. Schneider. Doe nou niet zo stom en zeg het me. Er is werkelijk niets met me. Maar als ik naar huis zou kunnen gaan... Natuurlijk kan je naar huis gaan. Maar ik laat je niet met de tram gaan. Steffen. Juffrouw Steffen. Ja, meneer. Wel eens een taxi. Ja, meneer. Schneider. Waarom speel je geen open kaart met me? Heb je het aan je hart? Nee, echt niet. Ik pieker alleen over iets. Ik zag alles opnieuw. Een vrouw, de Javaan van karton die een koffiekop voor zijn blanke gebit hield. Ik hoorde ze roepen... Ik hoorde de stemmen, zag mijn vrouw. Zag haar nog toen ik werkelijk in de taxi zat. Ik had de witte margrieten net in de vaas gezet. De gele in de blikken bus, de vensterbank. Het is niet ver naar het kerkhof. Ik hoorde een auto beneden stoppen. Ruimde de rommel op die de kinderen hadden laten liggen. Toen ging ik naar de kraan om de emmer te laten vollopen. En mijn blik viel op de spiegel. En drong door tot die oneindige, melkachtig schemerende vlakte. Uit wie oneindigheid de gestalten naar voren komen die mijn leven bepaald hebben. Ouders en vrienden. Geslachten die ik nauwelijks uit verhalen ken. En vooraan staan zij weer. De vier die mijn eigenlijke leven uitmaken. Paul, mijn man. Maar ik schrok toen ik plotseling zijn voetstappen hoorde. Ik draaide de kraan dicht. Paul! Wat... Zie je eruit? Oh, maak je toch gerust. Ik zal er dadelijk weer anders uitzien. Maar hoe kom je op deze tijd? Ik wil je zien. Zien? Je wou me zien? Maar je ziet me toch iedere dag. Kijk me niet zo aan, Paul. Ik weet niet... Paul. Wees niet bang, Maria. Wees niet bang. Ik wil je zien. Je wat vertellen. Ik moet met je spreken. Spreken? Om deze tijd? Ja, om deze tijd. Nu, dadelijk. Nu dadelijk moet ik met je praten. Met je praten. Maria! Een dag als alle andere dagen. Dit was een hoorspel van Heinrich Böll, vertaald door Ab Kalveren. De medewerkenden waren Han Bens van den Berg als Paul Schneider, Pieronne Hozang als Maria zijn vrouw, Paul van der Lek als Imdaal, Jan van Ees als Paul Chef, Jo Fischer als een tramconducteur, Tine Medema als een verpleegster, Dan van Olfen als een geestelijke, Jo Fischer junior als een kastelein, Erik Plooier als bekker, Jan de Lang als een standwerker, Mies Walewijn als een verkoopster en Els Akkerman als juffrouw Steffen. De regie had Esther Vries junior. U heeft geluisterd naar een bijdrage van de VARA, eerder uitgezonden in 1955. Een hoorspel, geschreven door Heinrich Böll, de schrijver, zag het levenslicht in 1917 en overleed op 16 juli 1985. Dit is Radio 1, u luistert naar Vlucht in het Verleden. En ik zie dat ik nog heel even tijd heb voor de prijsvraag uit onze vorige uitzending. En dat was op 30 juni. Met schoenontwerper Jan Jansen. Wat een bijzondere en aimabele man. Wat kunt u winnen? Het boek getiteld Jan Jansen, geschreven door Jos Arts.
Jan Jansen, een citaat. Ik wil dingen maken die nog nooit zijn gedaan. Echt nieuwe dingen. Nieuwe materialen, een nieuw plateau, nieuwe vormen. Gek, opvallend. Jan Jansen is een eerste generatie schoenontwerper die in 1963 een bedrijf onder zijn eigen naam begon. En zijn ontwikkeling en carrière als eigenzinnig kunstenaar, ontwerper en vakman worden beschreven en in een cultuurhistorisch kader geplaatst. Het boekje vol wetenswaardigheden, prachtige kleurenfoto's en een bibliografie geeft een bijzonder kijkje in de schoenenkeuken. Maak dus kans op het door Jos Arts geschreven boek Jan Jansen en beantwoord hiervoor de volgende vraag. Om welk innovatief en welhaast vliegend schoenontwerp uit 1989 staat Jan Jansen bekend? Dus om welk innovatief en welhaast vliegend schoenontwerp uit 1989 staat Jan Jansen bekend? U kunt meedoen tot en met 17 juli en de winnaars die ontvangen dan op woensdag 18 juli een bericht. Gaat het u allemaal te snel of heeft u helemaal geen computer? Want u moet namelijk gaan naar nachtvluchten.fm om deze vraag te beantwoorden. Heeft u dat allemaal niet, dan kunt u ook nog kijken op teletekstpagina 331. Daar staat ook deze prijsvraag. En daar staat dan ook het adres. En dan kunt u een kaartje sturen met de juiste oplossing. Dus ga naar www.nachtvluchten.nl. Nee, FM moet ik zeggen. En doe mee. En dan maakt u kans op dat prachtige boekje. Het is tijd voor een kort journaal, bijna tenminste. En daarna gaan we verder met Nachtvluchten in het volgende uur. De bevlogen theater-, film- en televisiediva. En dat dan in de goede zin des woords, Kitty Courbois. Heel graag, tot zometeen.